Zo, het is weer een tijd voor Bivex Pitnieuws en deze week gaan we het hebben over messen. We hebben een breed assortiment messen bij Bivex Exclusief. Diverse merken, soorten, maten, etc. Te veel om allemaal te presenteren hier. Dus ik heb een kleine selectie meegenomen van onze Forge messen. Om even een beetje te laten zien welke messen zijn nou handig voor jou als barbecuer. Forge die heeft eigenlijk diverse varianten. Je hebt de Brute versie, die we zelf ook altijd in de pit gebruiken. Dat is een handgeslagen stalen mes. Ze zijn allemaal handgeslagen trouwens, maar ook uit één stuk met het lemet meegeslagen in het mes. Dus de Brute versie ziet er ook bruut uit. Daarnaast hebben ze bijvoorbeeld de Olive versie, Olive. En daar heb je het handvat van olijfhout. En de Zebra, dat is dan weer met donkerhout. Dus er zijn wat varianten op. Wat gaan wij even in eerste instantie om het soort mes wat je handig is om te gebruiken. Dus ik heb een kleine range meegenomen. Er zijn nog veel meer, maar ik kan het een beetje uitleggen. Dit is de paring knife. Dat is een relatief klein universeel mesje. Het is eigenlijk gewoon het ouderwetse aardappelschilmesje. En ja, onderschat dat niet, het is maar een klein mesje. Maar dit is echt eigenlijk wel je grootste vriend in de keuken of bij je barbecue. Deze gebruik je bijvoorbeeld om te schillen, spreekt voor zich. Maar ook bijvoorbeeld om stukjes vet weg te snijden en dat soort dingen. Dus dit is gewoon een super handig, praktisch mesje. Wat je eigenlijk gewoon altijd bij moet hebben als een stukje universeel gereedschap. Niet te groot, niet te lomp om het zo maar te zeggen. Super handelbaar en ja, praktisch. Het is een paring knife heet dat. Daarna hebben we de koksmessen. Nou, de koksmessen dat zijn de universele messen eigenlijk die we wat groter als de paring knife die we overal voor gebruiken. We hebben hier twee varianten, de Santoku en het, laten we zeggen, Europese koksmes. In de basis gebruik je die voor hetzelfde, alleen qua vorm zijn ze iets anders. Dat is net een beetje wat je gewend bent en wat je prettig vindt. Je ziet aan de vorm dat een Europees koksmes wat ronder loopt en dat een Japans koksmes wat vlakker is. Nou, waar gebruik je die voor? Die gebruik je voor het snijden van groenten, vlees, vis, etc. Je kan daar mooie dunne plakken kan je daarmee snijden. En ja, een allround stevig, solide mes. Is je vlees gegaard, kan er mooie plakken mee snijden. Groenten kun je mooi snijden. En zeker met de Japanse versie kun je voorstellen bijvoorbeeld dat het snijden van peterselie in kleine stukjes of zo, dat perfect gaat met zo'n mes. Dan even tussendoor. Wat is er dan zo bijzonder aan die Forge-messen, aan die Japanse koksmessen? Je hoort er heel veel reacties op, zal ik straks ook wel weer krijgen van mensen. Van ja, Japanse messen, onzin, et cetera. Nou, ze zijn gemaakt van 440C staal. Niet dat ik heel veel verstand heb van staal, maar dat is wel een goede kwaliteit staal. 440C dat wordt gebruikt voor onder andere chirurgische apparatuur en kogelaars en dergelijke. Dus dat is best een harde staalsoort. Nou, dan heb je de hardheid zelf, die wordt dan bepaald in waardes van 52 tot 66. Europese messen die hebben meestal een waarde van 52 tot 58. En Japanse messen een hardheidswaarde van 58 tot 66. Nou, de Forge messen zijn gemaakt op 58. Dus voor de Japanse messen is dat, onderbiedig gezegd, de onderkant. En voor Europa is dat zeg maar de top qua hardheid. Dus het is een beetje de beginnende Japanse messen en de top van Europese messen. Nou, dan een beetje achtergrond achter hoe dat gaat. Deze messen worden inderdaad heet gestookt, met de hand geslagen. Die handgrepen worden met de hand rondgeslagen, etc. Uitgehard en geslepen onder een hoek van 18 graden. Santoku mes. Europees koksmes, om het zo maar te noemen. Gebruik je voor vlees, vis, groenten, etc. Dan een broodmes. Dan heb je natuurlijk zoiets van, ja, broodmes, zo bijzonder is dat niet. Maar als jij natuurlijk gewoon je stokbrood of hardere broodjes of wat dan ook erbij wil hebben, dan is het wel super handig als je een soort van zaag hebt die door die harde korst heen gaat, zonder dat je heel dat brood zelf kapot gedrukt hebt, et cetera. Dus echt een mooi fijn mes om erbij te hebben. Dan komen we uit bij de carving knife. Nou, een carving knife die gebruik je om mooie dunne plakken te snijden. Stel bijvoorbeeld, je hebt een mooie spies gemaakt met picanha steaks eraan. En daar wil je mooie dunne reepjes vanaf snijden. Dan is een carving knife echt een perfect mes.
Kip, gevogelte, noem maar op allemaal. Waar je dunne reepjes af wil snijden, dan is een carving knife echt super. Hij is wat dunner als een koksmes. Wat eleganter, wat soepeler. En hij snijdt net even wat fijner voor mooie, mooie dunne plakjes. Dus deze gebruik je eigenlijk niet voor, ja, ik zou bijna zeggen, het standaard snijwerk. Daarvoor hebben we deze, want ja, daar was het steeds net even wat minder fijn. Maar voor het fijne van, snijden van fijne plakjes, dunne plakjes, zo is dit echt een supermes. Dan hebben we het groentemes, hakbijl, groentemes. Ja, dat is ook bijvoorbeeld perfect om, ik noem wat, als je witte kool of wat dan ook even in stukjes wil doen, dan gaat dat perfect met zo'n hakbijl. Voor de rest ziet het er natuurlijk ook super stoer uit. Maar het is niet het mes wat je standaard gebruikt voor je vlees snijden en dergelijke. Dan hebben we een boning knife. Boning knife is natuurlijk een heel dun uitgeslepen mesje. Ik heb in hele vroege jeugd heb ik nog wel eens vakantiewerk gedaan in de slachterij. Daar lagen deze ook altijd. En ik dacht altijd dat dat helemaal weggesleten was door het slijpen van die messen. Maar dit is gewoon de vorm die een boning knife heeft. Nou, waarvoor gebruik je een boning knife? Dat gebruik je om het vlees los te maken van het bot. Als jij bijvoorbeeld een roadkill chicken wil maken, spatchcock chicken, dan wil je eigenlijk voor het mooie ruggengraat eruit halen. Nou, dat gaat hier perfect mee. Of als jij bijvoorbeeld een kipdijtje wil maken, wil dat botje eruit halen, dat gaat super. Als jij een kote buff hebt en je wil dat vlees even mooi van dat bot afhalen, dan kan dat natuurlijk gewoon met een koksmes. Maar ja, je snapt natuurlijk zelf wel dat als je hiermee vlees weghaalt van het bot, dat je natuurlijk niet zo mooi rond en mee kan snijden als wanneer je met zo'n super verfijnd mesje werkt als een boning knife. Dus nou, boning knife, super handig voor het ontbotten van je vlees. Nou, dat zei ik al, we hebben die paring knives hebben we ook nog in olive wood als variant. Nou ja, dat komt verder op hetzelfde neer, maar heeft een iets andere uitstraling. Het ziet er wat zachter uit, wat vriendelijker uit en wat minder stoer als de broodversie. De messen van Forge die zijn niet geschikt voor de vaatwasser. Hou daar wel rekening mee. Ik ken mezelf al jaren. Mijn koksmes hangt altijd hier. En al die jaren ziet hij er nog steeds op zich keurig uit. Geen roest of wat dan ook. Maar denk erom, handwassen, droogmaken en dan blijven ze jaren netjes. Ze worden geleverd allemaal in een mooie kist. Hè, met een plexiglas dekseltje erop. En daar kan je ze perfect in bewaren. Maar het is niet altijd handig om zo'n hele case, zoals dat heet, mee te nemen. Nou, daar hebben we ook wat voor. Van Broed hebben we speciale leren hoezen. En daar kan je mes insteken, dingetje om het handvat heen. En hij zit keurig beschermd. En zo kan je hem ook gewoon meenemen bij de rest van je barbecue spullen. En is je lemet natuurlijk beschermd tegen beschadigen of bot worden. Het logootje staat er ook nog keurig in geperst. Dit was in principe wat je in de basis in de keuken van je barbecue gebruikt, om het zo maar te zeggen. En dan kan je natuurlijk nog, als je aan tafel gaat, is het natuurlijk wel gaaf als je in stijl door blijft gaan. Dus hebben we van Forge ook nog een hele mooie set steekmessen. Daar kan je gewoon heerlijk je ribhaartje even mee snijden. En ja, dat werkt gewoon super. Want laten we eerlijk zijn, je kan nog zo lekker ribhaai maken, maar als je natuurlijk een slecht mes erbij hebt, dan is de beleving op voorhand dat die taai is of niet lekker is of wat dan ook. Nou, heb jij een mooi, goed, scherp steekmes, zoals deze set van Forged. Nou ja, dan is de smaakbeleving bijvoorbeeld al met 3 punten gestegen. Nou, dit is een beetje een hele korte, bondige omschrijving van messen die je kan gebruiken rondom je barbecue. Als ik persoonlijk een selectie zou maken, dan zou ik zeggen, oké, een paring knife moet je hebben. Een koksmes. En dan kan je kiezen voor de Japanse Santoku, de wat rechtere versie, of de, laten we zeggen, reguliere. Nou ja, bij wijze was er al, ik heb de reguliere versie liggen toevallig, maar die andere is ook super. En boning knife vind ik ook echt een super ding om erbij te hebben. En de rest, ja, dat zijn prachtig als je eenmaal de rest hebt om daarop aan te vullen. Maar die drie, dat vind ik echt wel een soort basics. Voor de barbecue. Nou, wil je die messen dan op een gegeven moment ophangen, ik liet het daar al even snel zien, in je barbecue pit, dan hebben we daar ook een hele mooie houten plank voor met een magneet. En dan blijven ze gewoon uit zijn flats aanhangen
En ze kan hem in de muur hangen. Achterkant twee gaatjes, schroefje in de muur, je klikt eraan vast. En je messen hangen allemaal keurig netjes op een rij. Nou ja, hoe gaaf is dat? Dus, ja, dit was eigenlijk een hele korte bondige omschrijving van een gedeelte van de Forge messen die wij hebben bij Beef Exclusief. Zeker met Vaderdag op komst is dat misschien wel even leuk om te doen, te kijken. Kom gerust langs in de shop, daar hangen ze allemaal uitgestald. Kijk even op de webshop, daar staan ze ook allemaal apart benoemd en dergelijke. En ik zou zeggen, vind je het leuk om op de hoogte te blijven van dit soort tips en tricks? Volg ons dan ook op ons YouTube kanaal, @beef_exclusief. Mijn naam is Ab de Graaf, dit was Beef Expert Nieuws. Tot de volgende keer.